Stiletto Run of de Cross van Apkoude, ik ben erbij. En vandaag sta ik bij de casting van de Miss Beauty of Utrecht verkiezing en ga kijken wie de nieuwe finalisten worden. Deze week een nieuwsronde. Hoogste punt Molenhof bereikt. Vernieuwde Angstelborg geopend. Ervaringen met collecteren. En de macrofoto's van fotoworkshop De Ronde Venen. Na jaren van plannen, slopen, opgraven en bouwen is van de week eindelijk het hoogste punt bereikt van het nieuwe Molenhofgebouw. Weer een hoogtepunt in het dorp. Ja, het is goed voor het dorp dat dit nu daadwerkelijk ook gerealiseerd gaat worden. We zijn hier vanaf 2005 eigenlijk al mee bezig. Nou, we zijn 13, bijna 14 jaar verder en dan is het wel fijn dat je uiteindelijk een nieuw gebouw ziet waar echt een ontwikkeling plaats gaat vinden waar Meidrecht weer iets aan heeft. Zeker een nieuw hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk vandaag. Hè? We zijn heel blij dat het zover is en dat het eind van dit hele lange traject nu toch echt wel in zicht komt. Ja. Daar hebben we wel een hoop moeilijkheden gespeeld, hè? Ja, heel veel. We zijn hier echt heel veel dingen tegengekomen in de aanloop. Drie plannen gemaakt, de derde is het geworden. We zaten midden in de economische crisis. En op het laatst kwam nog als een soort verrassing de archeologie om de hoek kijken. Maar ook daar hebben we ons doorheen geslagen. Hadden jullie op een gegeven moment niet zoiets van het wil niet? Nou zeker. Kijk, als je ziet hoe lang zo'n dossier ligt en loopt, dan denk je van jongens, gaat het ooit mogelijk gemaakt worden? Uiteindelijk zie je dan toch dat er ontwikkelingen zijn waardoor het toch geschoven gaat worden en dingen gerealiseerd gaan worden. Waardoor uiteindelijk ook, net zoals ik in de speech zei, iedereen is hier aanwezig. En dat is echt een compliment waard aan Hoogvliet, dat alle bewoners, betrokkenen hier aanwezig zijn om gezamenlijk dit hoogtepunt te vieren. U zei drie plannen, want dat was echt nodig. Hè? Want er waren gewoon heel veel bezwaren tegen de plannen in eerste instantie. Er waren bezwaren tegen en ook wel terecht. Want het bouwvolume was wel heel groot wat we op deze plek gingen maken. Het paste toen destijds wel in de stedenbouwkundige visie die de gemeente ontwikkeld had. Maar ik denk dat we nu veel beter op de schaal van Meidrecht een plan maken. Wat functioneel is als je kijkt naar de achterkant, naar de supermarkt met het parkeren daarvoor. En wat gewoon prachtig in het straatbeeld past als je kijkt hoe we de dorpsstraatkant afronden met mooie appartementen en twee kleine winkels. Het is eigenlijk weer een hoofdpijndossier opgelost. Nou ja, hoofdpijndossier, die liggen er altijd. Maar het is fijn dat dit dossier gewoon is goed voor Meidrecht, goed voor de ontwikkeling. Meneer Molenburg, u komt ook even een kijkje nemen? Ja, natuurlijk. Ik heb in de tijd dat ik hier wethouder was heel veel energie en tijd gestoken in het dossier om dit allemaal vanuit de gemeente te mogen begeleiden. Dus ik vind het wel heel erg leuk om te zien hoe het nu geworden is. Maar het loopt eigenlijk helemaal parallel aan uw wethouderschap hier. Ja, het dossier liep al even toen ik binnenkwam. Maar goed, toen was het natuurlijk heel zwaar crisis. En er zijn nog wel een hele hoop hobbels onderweg geweest om het allemaal mogelijk te maken. Natuurlijk heel veel overleg met omwonenden geweest. En ook letterlijk omwonenden
ja, die hier ook op het terrein zagen dat er gebouwd ging worden, waar nog lang mee onderhandeld is. Dus eigenlijk is het dossier gedurende mijn hele wethoudertijd wel heel intensief onder mijn aandacht geweest. En dan wordt dat zo'n mooi project? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind in de eerste plaats vind ik het heel mooi als je nu ziet in het centrum wat er allemaal aan het gebeuren is. Dat je overal nu ziet dat er gebouwd wordt. En ik vind dit een heel mooi project. En zeker op het moment dat je hier aankomt lopen en je ziet nu de contour van hoe het gaat worden. Nou, petje af. Ik vind het heel erg mooi geworden. Wordt Pasen 2019 gehaald? Ja, dat verwachten we wel. Of we moeten zo'n ongelooflijk strenge winter krijgen. Ja, we zitten nu 6 december en het is buiten 12 graden. Maar het kan zomaar een hele strenge winter worden. En stel dat je er een maand uit bent in de bouw, ja, dan zal het lastig worden. Maar we hebben goede hoop dat we voor Pasen hier in Meidrecht kunnen openen. Het was inmiddels ook wel nodig, maar nu is het dan zover. De Angstelborg in Abcoude kan zijn gasten weer goed ontvangen. Wat is hier allemaal gebeurd dat het heropend moest worden? Nou, het gebouw is in 1987 geopend, dus dat is meer dan 30 jaar geleden. Daarna is er niet heel veel meer gebeurd. Er is nog wel eens een nieuwe vloer gedaan, maar het plafond was nog precies hetzelfde als in de jaren 80. En de geluidsinstallatie was hetzelfde. Er was niet zo heel veel gebeurd, dus een opknapbeurt was eigenlijk wel noodzakelijk. Waarom zijn jullie hier? Vanwege de opening voor de timpaan. De heropening, zeg maar, na de verbouwing. En wat hebben jullie daarmee te maken? Wat doen jullie? Met de verbouwing op zichzelf natuurlijk weinig. Maar met hand- en spandiensten. Het schoonmaken, het organiseren dat de mensen ergens anders koffie konden drinken. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. De kruisvereniging Abcoude Baanbrugge had geld. Die hadden panden en die hebben ze verkocht. En toen hadden ze geld over. En toen zeiden ze, nou, dat willen we aan projecten in Abcoude en Baanbrugge besteden. Dus een deel is bijvoorbeeld gegaan naar het dorpshuis in Baanbrugge. Daar hebben ze een serre aangebouwd. En toen kwamen ze bij ons van, willen jullie ook nog wat doen? Nou, dat was niet tegen dovelmans oren gezegd. Dit speelde allemaal al heel lang geleden hoor, 4 jaar, 5 jaar geleden. Dat heeft een heel proces is dat geweest. En uiteindelijk is dit dan toch het resultaat geweest. Het was gedateerd, de kleurstelling, de vloer, de plafonds, alles was gedateerd. Maar nu hebben we een frisse look en we kunnen er weer een lange tijd tegenaan. We zijn 7 dagen in de week open. Er zijn altijd vrijwillige gastvrouwen aanwezig die de boel runnen. Dus, en die hebben allemaal een dagdeel. Dus 's ochtends is er een gastvrouw, 's middags is er een gastvrouw. Er wordt van alles gedaan. Zoiets als Angstelborg, is dat nou belangrijk? Ik denk wel dat het belangrijk is voor een hele hoop ouderen die hier komen en een praatje kunnen maken met elkaar. De mensen hier hebben echt een gemeenschap. Dat blijkt ook al uit de tuin. Als je naar de foto's van 30 jaar kijkt, was het één chaos. Hebben jullie hier genoeg vrijwilligers? Nee, ik vind dat wij hier tekort vrijwilligers hebben. Dat zeg ik ook eerlijk. Ik zei dat ik geen officieel vrijwilliger was. Maar ik ben de laatste tijd ben ik wel elke dag hier aanwezig om dingen te doen. Om dingen te vervangen. Als er iemand ziek wordt, dan is er geen vervanging. En dus er zouden hartstikke fijn zijn als er wat meer vrijwilligers zouden komen. Ja. Vorige week gingen collectanten voor het Leger des Heils op pad in Abcoude. Ze haalden €3000 op en wij vroegen naar hun ervaringen. Wat zijn de eerste ervaringen zo van deze ronde? Hele enthousiaste reacties van de mensen die nu gecollecteerd hebben en vanavond de collectebussen teruggebracht hebben. Hartstikke enthousiast en
ook collectanten die voor het eerst gingen, die gewoon met enthousiaste verhalen terugkomen, volgend jaar weer willen. Stikleuk. Ik vind dat je ook best wel iets kan doen voor de maatschappij. En ik vind het een vrij laagdrempelig iets om te doen. En een paar verloren uurtjes is niet zo'n probleem. Nou, ik heb eigenlijk uitsluitend leuke dingen meegemaakt. Echt hartelijk ontvangst van mensen. Ook als ik af en toe brutaal was. Want soms zag ik mensen in de tuin. Dus ze hoorden de bel niet. Nou, dan klopte ik net zo lang op de deur op dat ze eraan kwamen. En ze waren helemaal niet boos hoor, want ik lachte gelijk heel erg. Je komt allerlei mensen tegen in mooie en in eenvoudige huizen. En de gezichten zie je niet of ze rijk of arm zijn, bij wijze van spreken. En dat zie je ook niet in het bedrag wat ze geven. Er kunnen mensen in mooie huizen wonen die niks voor over hebben. En mensen die in een klein maisonnetje wonen. Die een tientje geven. Ja, dus dat zegt allemaal niks. Had u veel mensen die de deur niet open deden of weigerden? Nee, niemand weigerde. De enkeling was gewoon denk ik op vakantie of zo. Maar voor de rest heb iedereen gewoon graag gegeven. Ja, ik vind dat er veel goede doelen zijn. Maar met Leger des Heils vind ik dat die... daar heb ik een zwak voor. Ik ben helemaal niet gelovig. Zij wel. En ze zeggen dus, wij doen wat we geloven. En dat betekent dus dat ze de mensen waar jij en ik met een boog omheen lopen. En die echt door de maatschappij uitgekotst worden. Daar trekken zij zich wel iets van aan. En die, dat vind ik hartverwarmend. Ben je ook tegengekomen tijdens collecteren dat toen je zei dat het voor het Leger des Heils was. Dat de mensen zeiden, nee dat doe ik niet. Ja, twee keer. De een zei, daar doen we niet aan. En de ander zei, daar ben ik niet van. Heeft u het alleen gedaan? Nee, mijn kleindochters die gingen om en om mee. Ze gingen met daglicht, want dan had je het een beetje eng voor die kleintjes. En die vonden het prachtig. Ja. Is dat tactiek, strategie om kinderen mee te nemen? Ja, voor mezelf ook, want dan is het gezelliger. En die kinderen vinden het hartstikke leuk. En de mensen reageren er ook heel leuk op. Er is heel veel werk, dus vooral voordat je mensen eindelijk aan de lijn hebt. Veel mensen werken, neem ik extra mijn petje voor af. Mensen met een gezin die ook nog werken en die dan ook nog een keer 's avonds langs de deuren gaan. Ja, dat is veel werk en dan moet je dat allemaal uitpuzzelen en kaartjes maken. En zorgen dat gebieden elkaar niet overlappen, want dat is heel vervelend voor de mensen. Zowel voor de collectant als voor de bewoners. Dat is niet leuk. Maar het meest ontroerende vond ik dat ik was bij zo'n bedrijf wat pizza's en gebakken kip levert en rondbrengt en zo. En op dat moment, degene die ik sprak, echt een jonge knul. Waarvan je denkt van die heeft wel wat beters te doen, zit in de disco of zo. Die zei, nou mevrouw, op dit moment is mijn baas er niet en ik heb geen contant geld. Maar als u nou woensdagavond terugkomt om 9:00... Dan ben ik terug van mijn rondbrengronde en dan krijgt u de hele fooie pot. Get no